Do you want to know? Ik hoop dat het eindejaarsgeschenk dat ik heb opgestuurd naar Valérie niet gebroken is. Ik had het beter moeten inpakken. Maar ja, ik heb zoveel te doen. Ik heb zoveel plannen. Er moet nog zoveel gebeuren. Soms heb ik de indruk dat ik aan één leven niet genoeg heb. Ik heb een druk leven als jonge huismoeder. De tuin, het huis, kind en echtgenoot. Alles moet zijn aandacht krijgen. Wat schrijft ze? Straks. Binnenkort wordt het al erg koud hier. De winters beginnen hier vroeger dan bij jullie. Ik probeer warme dingen te breien, maar ze zijn niet zo mooi als de zaken die jij vroeger voor me maakte. Valérie. Ziezo, nu moet ik aan de slag. Straks komt David thuis. We gaan het gezellig maken. Maak het ook maar gezellig. Kusjes voor jou en Valérie van je liefhebbende dochter. Hier. Moet ik echt mee? Niet zeuren, Valérie. Ik kan toch alleen naar huis gaan? Valérie, als je even helpt, ben ik ook vroeger klaar. Ja. Mag ik nu de brief van Lily lezen? Mama. Straks thuis.
je gedragen? Ik ben naar zee geweest. Valérie, ga jij maar eerst in bad. Valérie, je hebt Charlotte weer laten liggen. Oeh. Weer te warm, hè? Ik ben toch bruiner. Valérie? Ja? Niet te lang, hoor. Oh, Valérie. Dag, pa. Maria. Van wie heb je die perziken gekregen? Oh, van een oude zaag. Hierboven woont. Op het eerste. Ja, ja. Nee, nee. Hier. Dank je. Op reis geweest? Oh, een paar keer naar zee. Maar dit jaar gaan we met de klas naar Parijs. Oh, la. Parijs? Ja, ja, Parijs. Anders geen nieuws? Niets bijzonders. Ik blijf niet, ik moet nog boodschappen doen. En hoe gaat het anders? Goed. Naar Parijs te gaan. Kom, Valérie, we gaan. Dag, pa. Kom volgende week misschien eens langs. Mrs. Maria en Valérie Levy, uit Amerika. Ik heb nu geen tijd om veel te schrijven. Ik vertrek morgen naar het zuiden. Ik kan niet alles meenemen en weggooien is zo jammer. Misschien is Valérie al groot genoeg. Ik laat wel iets meer weten als ik kinder ben. Vier schriften met lijntjes. Kladpapier, nogal veel kladpapier, want dat hebben we veel nodig. Potloden, AA1, vet of gewoon.
AA2 vet of gewoon en 3. Wat is dat? Oh, dat zijn de gradaties. Oh. Nog iets? Nee, dat is alles. Nee, laat eens kijken. Er staat nog van alles op. Nee, nee. Een atlas, maar die is veel te duur en ik kan nog altijd die van Caroline lenen. De eerste is dus... Papier. Papier. Breng een bezoek aan onze vernieuwde afdeling fruit en groenten, waar prijzen en dit kwaliteit hier? Zijn. Nee, nee, vuile plastic. Dag, slaapkop. Ga jij broodjes halen? Boterkoeken. Doe je mantra. Ik kan daarna in bad. Zo? Nou ja, niemand ziet dat. Hier. Vlug, de koffie is bijna klaar. Dag, Valerietje. We hebben ons rapport gekregen. Ah ja? Wil je ook iets drinken? Tonic. Laat eens kijken. Allemaal goed. Ja. Behalve Frans. Maar dat is mijn schuld niet. Tanja had beloofd van haar woordenboek mee te brengen en ze is het vergeten. Adreskunde kon ook beter. Ja, maar het was wat moeilijk die keer. Maar de rest is zeer goed. Er is een feestje volgende week. Ah ja, welk feestje? Tanja's verjaardagsfeestje. En ik ben uitgenodigd. Ah. Something better to do. Something better to do. Something better to do. Something better to do.
Moet jij niets eten? Nee, dank u. De lijn. Nee, ik moet straks nog gaan eten. Zo laat nog? Ja. Ziet u, ik heb een afspraak met mijn vader. En mijn vader die heeft een heel belangrijke post in het buitenland. Hij is dus veel op reis en ja, veel weg van huis. Maar als hij dan naar huis komt, dan gaan we samen uit eten. Heel chic. Je woont bij je moeder. Mag ik? Ja, doe maar. Wij roken niet, maar... Oh, ik rook ook niet zoveel, alleen s'avonds. Voor de gezelligheid. Oh, Valérie, geef eens de asbak, alsjeblieft. Voor... Tanja. Ah, ja. Tanja. Nee, ik ben in Duitsland geboren. Mijn moeder was een Duitse. Ik woon nu ongeveer van mijn 6 jaar. Ja, want toen ik 6 jaar was, is ons huisje eraf gebrand. En toen heeft mijn vader mij mee hier naartoe genomen. Je studeert nog? Ja. Oh, ik zou graag volgend jaar perswetenschap of moraal gaan doen. Moeilijke studies. Moeilijk. Wat is moeilijk? Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, nee? Ja. Dat is juist, ja. Ik zal dan maar eens opstappen, zeker. Je belooft dat ze voor middernacht thuis is? Ja, want ik moet zelf vroeg opstaan, want ik moet naar de dokter. Oh. Ja, wij gaan ook altijd vroeg naar bed. Dat is het beste. En nog eens bedankt, hè? Zonder dank. Hoe oud is Tanja eigenlijk? 17. 18, denk ik. Ik ben erg blij met je vorige brief. Hij ligt hier naast mij. Ik was bang dat je nooit meer zou schrijven. Sommige ouders denken dat het een schande is als hun dochter haar echtgenoot of kind verlaat. Maar jij gelukkig niet. Alhoewel ik toch de indruk heb dat je een beetje verdrietig bent. Ten onrechte, want ik stel het goed. Wees niet bezorgd om mij. Doe het gordijn een beetje dicht doen, wil je? En loop vanmiddag eens naar het werk om te zeggen dat ik niet kan komen vanavond. En ga ook eens bij opa langs, ja? Oh, waarom sta je daar zo? Je bent toch groot genoeg om je plan te trekken? Nou, kom, haasje. Loop. Ja, schat? Dat is om te zeggen dat mijn moeder ziek is. Ze moet eventjes rusten, ze kan niet komen werken. Wel, dat is geen probleem, dat lossen wij wel op, hoor. Zeg tegen je moeder dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Je bent een flinke meid. Welke kant moet jij uit? Die kant. Ah, dan kan je even meerijden, oké? Okay? Ciao. Is ze erg ziek? Oh, nee. Ik geloof het niet. Een beetje vermoeid. Dag, opa. Oh. Alleen? Ja, moeder is ziek. Erg? Misschien kan mijn plan wel trekken. Zeg, wanneer ga je nu naar Parijs? Dat is maar pas tegen het einde van het schooljaar. Sigaret? Nee, dank u. Meneer Delsoupe heeft me tot hier gebracht. En? En wat? Ah ja, pas maar op. Oh, kom. Waarmee ben je nu bezig? Oh, iets heel moeilijks. Objectivisme, objectiviteit, subjectivisme en subjectiviteit. Dank je, opa. En? Ja, dat betekent dat de mens al eeuwen op zoek is naar de waarheid en in feite daar al zijn tijd verspilt.
En het wordt al erger en erger. Als het zo doorgaat, dan komt er weer oorlog. De mensen weten niet meer wat leven is. Hè? Ze worden niet meer geboren en ze sterven niet meer. Niks is nog authentiek. Ze leven als dooien en ze zien eruit als lijken. Dat is pessimisme. Ah, nee. Dat is de realiteit. Ja, voor mij wel. Dat is dus nu eigenlijk het probleem waar wij... Mag ik u even voorstellen, de heer Delzoupé, ons directeur. De heer Michel Levy van Natuurlijk Leven. Oh, aangenaam. Wel, ik heb net met heel veel belangstelling uw recent artikel gelezen over het politiseren van alternatieve bewegingen. Erg boeiend, moet ik zeggen. Ja, hoor. Martin. En dat over shiatsu overigens ook. Dank u. Oh, Ben, verlaat u ons reeds? Voor maandag moet u niks verwachten. Oh. We hebben een personeelslid met dezelfde naam, Maria Levy. We hadden het daarnet over het probleem. Ja, inderdaad, van... dat is mijn echtgenoot, ja. Enfin, Bas, we zijn niet meer samen. Oh, Jezus, wat een toeval, hè? Ja, de wereld is klein. Dat is lief. Ik wist niet wat je nodig had. Ik dacht, appelsinen is altijd goed. Dank je. Oh. Om uit te persen. Zijn Spaanse. Die zijn beter. Heb je anders niks nodig? Wachten tot het voorbij is. Een paar dagen. Misschien is het morgen al over. Misschien wel. En Valérie zal wel een paar boodschappen doen. Ja. Valérie wordt groot. Ze blijven niet klein. En je werk? Ze zijn verwittigd. Wat zegt de dokter? Ik weet wat het is. Jij hebt toch maar een mooi uitzicht hier. Heel mooi. Mooier dan bij mij. Je bent toch niet naar hier gekomen om te klagen? Oh nee, wees gerust. Ik zou ook graag een tuin hebben. Jij hebt er een en ik niet. Ja. Heb je nog nieuws van... Nee. Je bent niet verplicht om te gaan werken. Je zou onderhoudsgeld kunnen eisen. Ik wil onafhankelijk blijven. Werken is niet het ergste. Nee. Wat dan wel? Niets eigenlijk. Ik ben gelukkig, ik heb vrede. En dat zijn dingen die ik vroeger niet had. Nog altijd even koppig. Dat heeft er niets mee te maken? Ik vraag me af waarom. Voor het geluk van Valérie en dat van mij. Maria, je ziet wat er van komt. Je vergeet Lilian. Lilian heeft er niets mee te maken. Alsjeblieft, ik heb geen zin om ruzie te maken. Nee. Wel, dan ga ik maar. Ik kom morgen misschien nog wel eens langs. Alsjeblieft. Blijf maar liggen, ik vind de weg wel. Rust maar veel. Mama is erg ziek geweest. Ik weet niet wat het was. Valérie! Maar nu is het al veel beter. Breng eens dat potje dat we meegebracht hebben. Elke dag denken we aan jou. Zeker mama. Soms denk ik dat ze te veel aan jou denkt. Ze is soms zo droevig. Dank je. Luister eens. Friday morning at 9 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door. Leaving a note that she hoped would say more. She goes down to the kitchen, clutching her handkerchief.
Mooi, hè? Ja. Dat is nou het gekend liedje van vroeger. Mm-hmm. Ik zou het heel graag typen. Mag ik vanavond mee naar het werk? Ja. She's leaving home, bye bye. Als er ooit iets dringend is, of anders zo gewoon maar even, dan kan je altijd bellen naar dit nummer. Maar vergeet niet dat het hier 6 uur vroeger is dan bij jullie. Als je 's morgens belt, dan is het hier nog nacht. Ik lees dat Valérie last heeft met haar balletles. Als ik jou een goede raad mag geven, laat haar dan een tijd een andere sport beoefenen. Een verandering van omgeving zal haar goed doen. De wereld van het ballet is toch één gesofisticeerde troep. Enfin, je weet wel wat je moet doen om goed te doen. De prijs van 298 frank. En voor de koude winterdagen of avonden, voetzakken vanaf 1099 frank. Kan ik u helpen? Excuseer, nee, dank u. Ik zoek een atlas. Hier liggen al onze atlassen, mevrouw. Ja, dank u. Waarvoor moet het dienen? Ik weet het niet precies. Voor school? Ja, voor school. Het is voor mijn dochter. Daar liggen geen atlassen, mevrouw. Voor school dan moet u deze hebben. Die grote groene hier. Die nemen ze altijd. Goed, dan neem ik die. Het is wel als geschenk. Betalen kan u hier. En een geschenkverpakking kan u boven op de eerste verdieping krijgen. Klantendienst. Komt u mee? Een geschenk? Voor mij? Mijn atlas. Valérie. Waar komt dit geld vandaan? Gespaard. Van opa. 3000 frank. Waarvoor? Zomaar. In het geniep. Ik wil niet dat hij je nog geld geeft.
Als je geld nodig hebt, ga je dat aan mij vragen en aan niemand anders. Beloof? Ik wil niet dat je haar nog geld geeft. Als ze geld nodig heeft, dan kan ze dat toch aan mij vragen. Ik ben haar moeder, nee? Ja. Oh, pardon. Kom binnen, vriend. Kom binnen. Ah, oh, dag Albert. U bent de dochter van meneer Albert, nee? Ja. Aangenaam. Ik ben Evelien. Aangenaam. Genezen? Het gaat al veel beter. Wij hadden vroeger geen tijd om ziek te zijn, hè, vriend? Nee, wij hadden geen tijd om ziek te zijn, Albert. Mevrouw, ik moet echt weg. Oh ja? Doe de groeten. Mevrouw Levy, ik veronderstel dat u weet waar het over gaat. We zijn altijd erg tevreden geweest met uw werk. Alles was keurig in orde, prima. Ik had u willen verwittigen. Ja, ik begrijp het. Maar ik vind het dan wel jammer dat er ondertussen een sfeer van wantrouwen gerezen is bij mijn personeel. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Ik heb aan Jean gevraagd om de telefoonrekeningen te controleren. Het gaat over een viertal gesprekken met New York. Uw dochter, veronderstel ik. Voor een totaal bedrag van 6.413 frank. Akkoord? Goed. Ik zal dit bedrag van uw eerstvolgend loon laten afhouden en dan praten we er niet meer over. Ik had u willen verwittigen. Ik heb ander werk gevonden. Vanaf volgende week kan ik niet meer komen. U had ons wel eerder kunnen verwittigen. Het kwam nogal onverwacht. Ik verwacht in ieder geval een schriftelijk bewijs. En voor het overige stelde zich met Jean in verbinding om alles te regelen. Is het waar dat u ander werk hebt gevonden? Nee, waarom? Ik dacht het wel. Ik begrijp het niet. Een verstandige vrouw zoals u verdient toch beter? Misschien wel. Zorg voor een doktersattest. Ik zal de rest wel regelen. Awus, awum, awi, awo, awo. Awi, awos, aworum. Awis, awis. Rosa, rosam, rosai, rosai, rosa. Rosai, rosas, ro, rosarum, rosis, rosis. Nee, Valérie? Huh? Hoeveel nog? Is heel lief, maar het is niet meer nodig. We gaan naar het restaurant. Echt? Ja. Spaghetti? Dank je. Wat is die verrassing? Ik zeg niks. Het blijft een verrassing. Kan ik het raden? Probeer eens. Wat is de eerste letter? Ik zeg toch niks. Wat is dat? Tabasco, pas op hoor. Hey, Valérie, dat is heel sterk. Als ik zo al die dingen zie, dan zou ik toch heel graag op reis willen. Italië, Marokko, Amerika. Vooral Amerika. 1 of 2 keer zou ik maar naar Amerika gaan. Ik kom zeker terug en misschien breng ik Lily wel mee. Ben je nog veel te klein voor? Goh. Wacht maar binnen een paar jaar. Beloof maar niet te veel. Ik kan 2 plaatsen krijgen, alsjeblieft. Op welke naam? Op welke naam? Ik heb je gereserveerd? Nee. Het is première vanavond. Ja, dat weet ik. Ik zal even zien. Het zou erg verwonderen. Meestal de premières, andere dagen, ja. Nee, hier 1 plaats, maar die is zo slecht. De eerste rij, maar die zijn nogal duur. Tanja! U had op voorhand moeten bellen, mevrouw. Valérie! Kom jij ook? Als er nog plaatsen zijn. Hey, haast je, dan kom.
Mevrouw, wat is duur? 600 frank per persoon. Geeft u er mij twee. Dag mevrouw. Dag Tania. Zijn er kaartjes voor vanavond? Ik weet het niet. Zie dat we naast elkaar zitten. In elke brief vraag je me telkens opnieuw wanneer ik terugkom. Ik weet het echt niet. Ik heb ook geen reden om terug te komen. Ik heb hier een prachtig leven. Probeer niet om mij telkens iets te doen beloven. Schrijf mij naar dit adres zoveel als je maar wil. Het is goed te weten dat je daar bent en me lief hebt. Ik zal eraan denken in mijn minder vreugdevolle ogenblikken. Het is echt. Het is echt. Oh. Ja, hey, hey, hier, hier. Kom maar, hier, maar hè. Hey. Hoepla. De nominatief is de naam van... Algemene atlas. Algemene atlas. Over de naam van... Wat denk jij hier? Laat de orthografie van... Er valt nog iets van te zeggen. Amerika. 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 Valérie? Scheelt er iets? Nee. Je bent zo laat. Is er met je blouse gebeurd? Mijn boeken zijn gevallen. Je hebt toch geen boeken nodig om te dansen? Ik wou ze even aan Tania laten zien. Hou op met krabben voor de onderste keer! Hou op met krabben! Thank you.
Heb je beestjes? Zenuwen. Oh, ik had het vroeger ook. Veel artisjokken eten. Of een bad nemen met artisjokblaadjes. Ja, maar het jeukt. Je gelooft me niet, hè? Maar echt, het komt van de zenuwen. Wortelen, waterkers, rozen, eglantier, lavendel. Dat is allemaal goed daartegen. Als je wil, zou ik je zo'n aftreksel maken. Als het helpt. Hey, ga je morgen meer boodschappen doen? Ik heb nieuwe borden nodig. Ik heb van alles gebroken. Ik moet naar mijn opa gaan. Hij zit alleen. Breng hem mee? Ja, hij zou wel willen. Maar hij kan ons niet volgen. We zetten hem in een karretje. Karretje. Klaar voor plieën. Als ik u in de toekomst nog kan helpen. Ik ben steeds tot uw dienst. Dank u, dat volstaat. Ik heb de indruk dat u kwaad op mij bent. Nee. Ik ben zeer eerlijk geweest. Ik heb de hoogste prijs betaald. Uw hoogste prijs, niet de mijne. Groen, een geel en twee met de landschap voor zondag. Trouwen tuin? Ja, morgen. Ik heb ook iets gekocht. Horoscopen. Ik had het kunnen denken. Oh, dank u. U wist dat ik een vis ben? Ja. Of heeft Valerie het jou verteld? Nee, eerlijk. Wat heb jij, Valerie? Schorpioen. Zorg dat vissen goed te eten krijgen. Juist, dat is waar. Ik moet daarvoor opletten. Opa, hè? Die houdt van mollige vrouwen. Nou ja? Hé, vertel eens. Welke tippen zou jij het liefst willen? Ik heb altijd gedroomd van een rosse. Zo eentje met lang rosgeel krullend haar. En een bijna doorschijnend parelwit vel. Niet te groot. Lief. Zinnelijk. Romantisch. En een beetje mollig, ja. Hier. Kom. En die heb je nooit ontmoet? Ik heb geprofiteerd van het leven. Ik heb niks laten liggen. En u nog niet. Gezondheid. Op de jeugd. En op Lily. En op Lily. Rustig even kaarsen zijn.
Ik wil hier tussen opa en Lili zitten. Valérie, neem 4 aperitiefglazen. We moeten nog ijs maken ook. Mm-hmm. Waar staan die glazen? Onderaan in de kast. Die? Ja. Die heb ik nog nooit gezien. Oh, ja, welkom, Valérie, maak voort. Ja, lang geleden. Valérie. Anders nog iets voor mijn aperitief? Chips of zo? Nee, we zullen kreeftjes en garnalen meebrengen uit Oostende. Want chips zal ze waarschijnlijk genoeg gegeten hebben in Amerika. Nog iets? IJs. En anders? Niets. Kleed je maar aan. Nooit gezien. Ja, blijf maar binnen. Het is een beetje fris. Drink iets warm? Ook koffie? Ja. De boot heeft waarschijnlijk vertraging. Misschien vliegt ze wel regelrecht naar Zaventem? Oh nee, ze had maar een ticket tot Londen. Wacht, hè. Dat is al wat we kunnen doen. Alsjeblieft. Dank u. Amai, 80 frank. Kom. Hebben ze taart? Ja, appeltaart. Voor mij niet. Ik zou niets binnen kunnen krijgen. Ja, dan voor mij ook niet. Heb jij geen honger? We kunnen misschien beter wachten tot Lili er is. Die heeft waarschijnlijk ook nog niks gegeten. Blijf je vanavond bij ons thuis eten? Lekker hoog waterzooi. En coquille Saint-Jacques als voorgerecht. Ze verwachten me tegen 8 uur. En ik eet s'avonds toch niet veel. Dan slaap ik slecht. Hartkloppingen en zo. Dat is jammer. En jullie hebben toch zoveel aan elkaar te vertellen. Kom, Valérie, we gaan kijken. We komen straks hier terug. Ja, maar ik kan zo snel niet drinken. Zijn de eerste? Ja.
helaas is het nog steeds niet. Kijk, daar komt ze uit. Valérie! Ja? Ik ben Maria. Oh, sorry, ik had u niet herkend. Michel, er is iemand voor jou. Maria? Neemt u me niet kwalijk. Waarom heb je niet verwittigd dat je kwam? Moet dat? Je rookt. Gezellig. Ik had net koffie gezet. Ik ben Nadine. Ja, het spijt me dat ik u niet meteen herkend had, maar het is nogal donker daar.
Ik ben verpleegster. En ik had nog dienst deze week. En dan slaap ik wat langer. Ja, ik begrijp het. Gaat u toch zitten? We zijn erg blij dat u ons een keertje komt opzoeken. Michel heeft veel over u verteld. En over Valérie? Het is toch Valérie, hè? Ja. Maar waarom komen jullie niet dus op een avond? Ik ben er zeker van dat Michel het op prijs zal stellen. Ik heb met Nadine een soort zakelijke overeenkomst. In ruil voor wat huishoudelijk werk en wat tijdwerk mag ze hier gratis wonen. Oh. Ik ben aan het sparen voor een zeilschip. Samen met de vriendin. Nog 1 jaar hard werken en dan vertrekken we de wereld rond. En Michel publiceert dan ons reisverhaal. 2 vrouwen op een schip. Daar zit stof in, zegt hij. Jij gaat mee. Nee, ik denk het niet, nee. Ik herschrijf een verhaal in een gewone krantentaal. Waarom gaat u niet samenwonen met uw vriendin? Dat kan niet. Ze is nog getrouwd. Nog? Maar ze gaat scheiden. Oh. Maria, is het nu echt nodig om die ouderwetse rancunes weer op tafel te gooien? Sorry, ik zal je maar laten werken. Nee, blijf. Ik heb nog even tijd. Ik moet trouwens Valérie gaan afhalen aan school. Maria. Is alles in orde? En Lily? Is dit het tijdschrift waar je voor werkt? Ja. Hier, neem maar mee. Ik heb nog meer exemplaar. Dan ga ik maar. Zet je recht op die stoel. Waar zijn je pantoffels? Je hebt ze zelf weggegooid. Ze waren versleten. Wat lees je? Geld bij. Wat voor geld? Het geld van de vorige verkoop. U heeft al betaald. Ik heb u toch gezegd dat ik eerlijk wilde zijn. De meeste zaken zijn verkocht en dit is de winst. Ik wil geen winst maken omdat u in moeilijkheden zit. Ik zit niet in moeilijkheden. Om teven hoe u het noemt. Hoeveel is het? 40.000. Rond. Iets minder. Mag ik? Tuurlijk. Wilt u iets drinken? Sherry? Ja, iets anders is er niet. Sherry is oké. Ik vind het jammer van Lily. Nog niets van haar gekregen sindsdien. Interesseert u dat? Ja. Ik bedoel, ik vind het jammer voor jou. Wat zegt je vrouw van deze manier van zaken doen? Mijn vrouw bemoeit zich daar niet mee. Dat interesseert haar niet.
Valérie? Hoe laat is het? Rond 5 uur, denk ik. Breng eens een glas water. Alleen water? Hoe was het op school? Zal je leren? Dan zien ze het toch niet thuis. Zie je? Ik wist het. Daar zul je vast wel zien. Je zou natuurlijk ook een briefje kunnen schrijven, zeg dat je van mij bent. En als ze daarvan van haar horen komt maken. Zonder adres ook natuurlijk. Das Buch Offiziere gegen Hitler, in dem er aus unmittelbarer Nähe zum Generalstab Gedanken und Antriebe des Widerstandes gegen Hitler aus eigenem aktiven Erleben schilderte. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. September, heute wieder mit dem Reisewetterbericht zum Wochenende.
Valérie! Valérie, breng nog eens een kopje. Zeg, wanneer vertrek je naar New York? Ga je naar New York? Ja, als ik geld vind. Ik vind Amerika geweldig. Ja, als het zo eenvoudig was. Het is hier koud. Besparingen, zeggen ze. Waar zijn al uw boeken naartoe? Verkocht. Was er niets bij dat Valérie kon gebruiken voor school of zo? Alles was verhelderd. En zij heeft geen boeken nodig, ze weet wat ze wil. Ik heb ook wat spullen verkocht. Ja, ik weet het. Valérie is in 2 nachten niet naar huis gekomen. Ja, ik bedoel, enfin, ik had het verwacht. Ze zijn allemaal gelijk in de familie. Wat ga je nu doen? Als ik zou weten waar ze is. Bij een vriendin misschien? Ze is nog veel te jong. Je hebt nog niemand verwittigd. Politie of zo? Nee. Oh, dat haalt toch niks uit. Laat ons wachten. Oh, pardon. Ah, lieveling, kom binnen. Dag, Maria. Ik stoor nee, toch nee, niet? Nee, kom gerust binnen. Nee, ik ging net weg. Oh, maar dat hoeft niet. Nee, ik ging naar huis kijken of er geen post is. Ja, ik wou enkel aan meneer Albert vragen of hij hier blijft vanavond. Met ons samen. We zouden een speciaal etentje organiseren. Natuurlijk blijf ik bij jou, schat. Dan ga ik maar, hè? Ja, laat iets weten, hè. Thank you.
Waar ga je naartoe, Albert? Naar de kerk. Een sterfgeval? Nee, om te biechten. Maar Albert toch? Ja, eerst biechten en dan trouwen, hè? Zo is het toch. En met wie? Met Brigitte Bardot. Die is ook niet meer van de jongste. Au revoir. Nu? Ja, meisje, dan moet jij beslissen. Ja, ik. Naar huis dan? Nee, nee, nee. Zou jij nergens anders kunnen zijn? In de Batavia. In de wat? Oh, de cafetaria, maar hij zegt altijd, ik ga naar de Batavia. Ook niet. Misschien weet zij wel waar hij is. Vraag het haar dan. Ik durf niet. Oh, bangerik. Kom. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Dag, Valérie. Albert is naar een trouwfeest. Een wat? Een trouwfeest. Cognac, alstublieft. Ik geef geen alcohol. Wijntje? Porto, sherry? Sherry dan. En drink zelf ook iets? Ja. Dank je. Oh, sorry. Ik zou nog iets willen vragen. Ik zoek een juffrouw. Tanja heet ze. Zo'n speciaal geval. Ze heeft krulhaar en ze danst. Tanja. Ja, ze komt hier dikwijls. Ja, er komen hier veel mensen, hè, meneer. Nee, sorry. Is haar familienaam? Die ben ik vergeten. Gezondheid. Maat 34, ze zijn bijna te klein, maar dan steek ze maar gewoon aan. Michel?
Dat is Nadine. Dat is een vriendin van mij. Dag meneer. Wel, het is niet omdat u hier bent, maar ik moet nu echt weg. Hè? Ik ben al zo laat. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt. Natuurlijk niet. Ik zal mijn best doen. Ze is toch ook uw dochter, hè? Wees gerust. Ik ben de foto's gaan halen. Zijn ze goed? Prachtig. Wie was die gentleman? Nou, er zijn wat moeilijkheden met Valérie. Wat ga je doen? Niks. Ze is weggelopen. Maar ja, iedereen loopt wel eens weg thuis, dus dat is geen drama. Als ik ertussen kom, wordt het alleen nog erger. Dus... Hé, hey, kijk, dit is een goeie, hè? Sherry, alstublieft. En geef de jongens daar ook iets. Diep. Ja. Oké, okay, ça va. Ja. Posé, c'est en vue. T'as entendu 126? Oui. Posé, c'est bien. Die rode vlekken zijn bijna helemaal weg. En jij wou hem niet geloven, hè? Ja, maar. Ik heb het je toch gezegd? Artisjokken, wortelen, waterkers, eglantier, rozen, lavendel, dat is allemaal goed daartegen. Ja, maar na zoveel jaren... Twee? Het is een van mijn dochters, is even naar toe. Wat wij gezien hebben in Amerika. Oh, ja. Weet je nog? Kijk, dat gaat zo. Bam!
Liefste mama, ik heb lang nagedacht vooraleer deze brief te schrijven. Ik heb eerst alles aan opa verteld en ik hoop dat hij alles aan jou heeft verteld. Ik hoop ook dat hij jou gezegd heeft hoe gelukkig ik nu ben. We trekken zeer goed ons plan. We kunnen nu ook samen repeteren. Ik zou graag weten of je kwaad op me bent. Misschien heb ik je verdriet aangedaan. Vergeef het mij. I feel the same. Take a look on your whole life. Then on this day, do you think we're all right? Or shall I say, yeah? Oh. Zeker, hè? We moeten de laan in de hoek halen. Hey, come on. Kom maar recht. Zit je dan? Ja, kunt u mensen pas lastig gaan vallen als die weg er al is? Die weg die komt hier niet, daar kun je zeker van zijn. Hey, en die landmeters zijn er ook niet zeker, hè? Ja, dat wil toch niks zeggen? Ja, nee. Oh, net zo min als die relaties van u. En wel, hè? Wijs, hè? We blijven er niks doen, hè? Ach, dat maar weet. Wat wilde jij dan doen, schoolmeester? Ah, misschien is dat wel voor één keer eens een idee.